Ja, en toen was het zaterdag. En wat doe je op een zaterdag? Eten met je BFF, Morris natuurlijk. En Morris zit op een soort dieet, want die wil heel erg strak worden. En niet dat ik heel erg strak wil worden, maar het is altijd wel handig om te kijken wat anderen eten, zodat je er weer wat van leert. Dus Morris komt koken vandaag. En hij zit hier tegenover me. Hallo Morris. Hi. Ik geef hem aan jou. Ja. Ga jij eens even uitleggen wat we gaan eten vanavond? Nou, we gaan... Oh, nu heb ik hem voor de camera. Het is eigenlijk heel makkelijk. We gaan een ratatouille maken met aubergine, courgette, paprika, tomaat, wat basilicum en met een zelfgemaakte pesto en gegrilde zalm. Laat even zien, wat heb je allemaal bij je? Oh. En het is natuurlijk allemaal biologisch, hè Morris? Alles biologisch. Het komt allemaal bij de Ecoplaza vandaan. Ja. Nou ja, op de Heinz na. Ik ben dan toch merkgeil, dus... Ja. Ja, en Heinz is dan wel de beste tomatenpuree die je kan krijgen, toch? Heinz is de beste tomatenpuree. Absoluut. Goed. Nou, ik ben benieuwd hoe het... Op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk is het? Een 3? Het is echt heel simpel. Oh, dus echt de meest domme mensen kunnen dit maken, gewoon. Eigenlijk wel, ja. Als ik het kan, dan kan iedereen het. Dat gaat natuurlijk heel lach worden als het zo... Ik ga het mislukken. Maar dat gaan we zo zien. Zo mooi, je staat nu achter het gas van huis, zie ik. Ja. Oké, nou ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Wat doe je nu? Ik snap er helemaal niks van. Nu al niet meer. Ik ga de pijnboompitjes eventjes... hoe zeg je dat? Niet grillen, maar... Nou ja, gewoon even roosteren. Ik kan niet koken. Ik doe maar wat, nee, hoor. Nee, daarom. Ik vind het heel spannend. Ja, nee, ja, ik ook. Ik net zo goed. Nou, even wachten tot hij wat warmer is. Kijk, het is wit aan de binnenkant. Ja, en mij is hij van de telcel. Die is van de telcel. Maar moet ik nu gewoon het video laten lopen, denk ik, terwijl die pan warm wordt? Of? Nee, ik kan ook wel wat vertellen. Maar... Ja. Was je gelukkig in je jeugd, Morris? Oké, ik ben vanmiddag heb ik mijn wimpers laten verven en ben aan de kapper geweest. Oh, echt waar? Ja. Waar heb je ze laten verven dan? Bij de Census Spa op de nieuwe Zuids Voorburgwal. Oh, is dat niet die nieuwe hippe spa waar iedereen naartoe gaat tegenwoordig? Ik kan ja zeggen, maar deze is niet nieuw. Oh my god, dit is een beetje in de pan. Wat doe je dat goed? Je hebt wel een soepele polsbeweging, zie ik. Ja, ik ben heel lang... schud je vaker met die pols. Ik ben heel lang single geweest. Oh, je bent toch weer single nu? Nee, ik ben nog niet single, nee. Misschien wel. Ja, het is moeilijk. Het is complicated. Hij is wel single, hoor. Wel waar. Net als Onno Hoes, zeker. Ik zeg niks. Nee. Hey, is dat klaar, Min? Wat duurt het lang, dit? Nee, mooi. Het moet eerst een beetje gebruikt zijn, die dingen. Ja, dus... Nee, ze zijn nog niet klaar. Oké, nou, dan zet ik hem even uit. Kom zo nog eens klaar zijn. Is het nu al klaar, Mor? Ja, het is nu wel klaar. Oké. Goudbruin. Het is altijd goed om eventjes die noten te flavorizen of die pitten, toch? Ja. Ja. Je houdt lekkere van, pittige noten. Oh, wat je bent echt soep. Ik zou niet met mijn vingers erin gaan dat ik jou was. Oh nee, ik kan wel, want hij is anti-aanbak, dus je blijft niet plakken. Daar ligt gewoon zo'n... Daar, dat zwarte ding hier in de... Wat zit daar? Achter in de... Steek zo'n zwart ding uit, kun je gewoon pakken. Zo. En nu dan? Nou, dan gaat er nu wat verse basilicum bij. Ja. Dit is te weinig. Ja. Maar dat is even voor het idee. Ja. Parmezaanse kaas van de kaaskamer. Ja. Maar dat kost wel €50 per stukje parmezaan, of niet? Ja, maar ja. Als dat het enige is wat je eet. Ja. Ja, je moet wel goed voor jezelf zorgen. Dat vind is waar. Ik wel. Maar van de supermarkt, parmezaanse kaas van de supermarkt voor in de pesto is prima. Ja, mooi is dat een Rolex? Ja. Mooi is die zeg. Mooi ja, hè? Is, ja. Anyway, de kaas zit erin. Ben je nieuwe Rolex? Nou, ik had het eigenlijk over mijn trui. Maar leuk dat je het vraagt. Oh, en wat een leuke trui heb je ook aan, Morris. Jezus. Ja hè? Ik wist helemaal niet dat jij er goed uit kon zien in aubergine. Maar schijnbaar dus wel. Met een aubergine in aubergine. Maar nou,
Deze is van Franklin & Marshall. Oké, dat ken ik niet. Is dat een nieuw merk? Nee, het is niet een nieuw merk. Het is een Italiaans merk die helemaal voor de studentenlook gaan. Ja, ik speelde wat mee. Ja. Dat duurt toch goed, Morris, echt. Volgende keer mag je bij mij komen koken. En nu? Ik moet nog even de basilicum verder plukken. Oké, wacht, weet je, ik kom zo weer even terug. Kun jij lekker plukken? Je hebt zo'n ding, toch? Staafmixer wil je hebben, of niet? Nee, zo'n... waar ze vroeger drugs in fijn maakten. Oh, een stamper. Ja. En vijzel. Ja, ja. Ja. Ik ben benieuwd of dit lukt. Oké, olijfolie. Oh, maar nu gebruik je wel Albert Heijn olijfolie. Kan dat dan wel? Doe nog even overnieuw. Nee. Ik wilde zeggen, we gaan een olijfolie gewoon gebruiken van niet naar de te noemen supermarkt. Hoeveel gooi je er dan in? Ja, gewoon tot het een beetje smeuïg is. Oké, maar dat is niet low calorie, is dat? Nee. Oké, ik vind het spannend. Ja, ik vind het net zo spannend als jij. Daar gaan we. Jawel hoor. Dat doe je wel goed mooi, moet ik zeggen. Je hebt echt een staafmixer. Van Brown. Van Brown. Uit 1982. Maar serieus. Oh, dat is er iets. Wauw, moor. Nou, impressive. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Het is nog warm. Nou, ik had niet gedacht eigenlijk dat het zo makkelijk zou zijn. Is het lekker? Het is echt heel lekker. Wat goed. Ja, het smaakt gewoon als een hele goede pesto. Ja, het ziet uit als kattenkots, maar het smaakt wel goed gewoon. Nou ja, ik weet niet wat katten uitkotsen, maar... Oh, wacht, ik heb hier nog een haarbal liggen van de kat. Nee. Ja, het is echt heel lekker. Wil je ook proeven? Nou, lekker. Lekker, hè? Is zo makkelijk gewoon. Zo simpel. Nou, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan nu grillen. Ja? Je hebt een grill, toch? Ja, ik heb een grill, maar is het misschien beter om eerst de groenten te snijden? Voor de ja, kan ook. Ja, we gaan eerst even de groenten doen, want dan kan het mooi pruttelen en dan gaan we de vis grillen. Is dat een goed idee? Lijkt me een goed plan. Oké dan. Maar dan zit ik de grill alvast aan, is dat oké? Okay? Ja, dat is top, want dan kan ik vast opwarmen. Aan en op. Is dat een theeval? Ja, dit is de theeval. Je denkt ook aan alles. Ja, I know. Maar die is heel handig, want dan kun je gewoon medium, rare, whatever, wat voor vis je ook wil, kun je gewoon erop doen. Dat is heel fijn. Dus jij bent ondertussen lekker aan het snijden, zie ik. Ja. Dat is een hele grote aubergine courgette. Ja. Heb je daar nog een speciale techniek voor? Nou, ik wil... Eigenlijk dat die stukjes altijd gewoon een beetje behapzaam zijn. Zodat het beter in je mond past. Zodat het beter in je mond past, inderdaad, ja. Nou, zo. Aubergine. Ja, misschien zijn er wel technieken voor om dat te snijden, maar dat heb ik nooit geleerd. Moet je hem niet eerst schillen, een aubergine? Nee, de juiste schil is heel lekker. Oh, het schil is wel lekker. Echt? Ja. Zonde. Ja, ja. Dan is het geen aubergine meer. Gewoon een soort smakeloze komkommer. Ja, die keer wel, toch? vermoeiend dit. Ik snijd het altijd door vieren. Wat is het dan? Een tomaat is het ook niet? Dit is tomaat. Gewoon sherry tomaat. Sherry tomaat? Sherry tomaat. Sherry tomaat. Oh my god, de grill die staat klaar. Heel spannend dit klaar. Want zo komt het vocht goed vrij. Godsamme. Het is zo makkelijk.
Ik zeg niks. Nee. Jij hebt het over bevochtigde tomaatjes. Nou ja, ik denk geiler dan koken met Majuska ga je het niet krijgen, maar dit komt wel... Nou, nee, zeg, misschien moet je je shirt even uittrekken om te laten zien. Laten we dat doen als ik in de mensheld heb gestaan. Zullen we dat afspreken? Oh, ja, dat is goed. Oké. Okay. Hoor, er ligt allemaal zaad nog op... tomatenzaad op dat ding gewoon. Oh, dat schaap je gewoon zo weg. Ja, ik ga daar heel makkelijk mee om altijd. Met zaad, ja. Ik zie het. En nu? Wat ga je nu doen dan? Ik ga nu een paprika snijden. Je mag wel trouwens een keer scherpe messen hebben. Ja, maar je pakt ook het verkeerde mes. Oh. Je hebt mijn HEMA mes gepakt. Wat? Is het een HEMA? Nee, ik weet het niet. Nee, de HEMA heeft wel scherpe messen volgens mij. Ja, die zijn de messen sowieso aan het slijpen. Maar nu hoor, ja, maar nu hoor je een paprika uit. Ja. Ja. Echt boeiende YouTube materiaal is dit. Hoe jij een paprika uitholt. Ja, hè? Jij kookt zeker niet vaak, morgen. Nee, dat dacht ik al. Ik vind het namelijk niet zo leuk. Om te koken? Om te koken. Ik vind het heel ondankbaar. Echt waar? Ja. Want dan is het zo direct klaar en dan moet de afwas gedaan worden. Ja. En dan is het binnen 5 minuten op. Ja. Ja, dat is makkelijk om te bestellen, toch dan? Eigenlijk wel, ja. Maar ja, we weten niet veel minder gezond. Maar misschien moeten we dat ook zo wel doen. We weten natuurlijk niet of dit gaat lukken van jou, het eten. Nou dus, ja, de pesto is in ieder geval al gelukt. Dus ik heb bij Domino's al wat pizza's klaar laten zitten. Voor de zekerheid gewoon. Want de Domino's pizza's zijn het lekkerst tenslotte. Die zijn heel lekker, ja. I know. Ik ga nu een uitje doen. Ook wel met schilletje, eerst zonder schilletje. Ja, zonder vel. Ja. Vind je dat lekkerder zonder vel? Ja, nou ja, kan toch? Ik wil het wel lekker met een velletje. Oh. Ja, ik vind dat uien vind ik ook altijd een ding hoor. Ja? Ja, want dan gaan je handen zo wel stinken. Ja. Nou, misschien moet jij het gewoon even dat uitje snijden. Nee. Jij bent aan het koken. Ik wil zien hoe jij het kookt gewoon. Misschien moet jij je shirt er gewoon even uit doen. Want anders trek ik al die geuren in je Franklin en Marshall trui. En nu? Knoflook. Ja? Je hebt zeker geen date vanavond. Nee, dat dacht ik al. Je bent thuis in je eentje met je uienvelletje te spelen. Ja, knoflook is nog erger. Ga je nog meer te stinken. Je handen. Ja, het is ook een vak, hè, knoflook. Ja. Daarom staan er ook koks. Maar ja. KOK of CK? Geef ik geen antwoord op. Jongen, jongen, echt. Waarom heb je geen knoflookpers? Hallo, dit is toch geen professionele keuken? Ik heb altijd catering hier, neem hem gewoon alles zelf mee. Ja, jezus. Nee, ik kan wel goed pellen, zie ik. Jongen. Oké, ik ga het nu eventjes de zalm met olijfolie, peper en zout insmeren. Net als bij de Japanner. Je kan ook goed masseren, hè, Morsi? Ja, dat kan ik wel. Ja. Ja. Jongen. Ik weet niet, dan maak jij het heel geilig, zo'n zalm. Ja. Ik hou helemaal niet van vis, maar nu denk ik, ik weet wat ik ga doen vanavond op zaterdagavond. Ik ga ook een zalm masseren. Oké, ik heb altijd zout uit de pizza. Dit is mijn favoriete zout. Waarom dan? Dit is gewoon heel lekker en ook eigenlijk weer een beetje merkgeiligheid. Ja, het is €29 per potje. Ja, ja, dus daarom heb ik hem in het klein. Ja, dit potje is €29. Het is wel een handige verpakking, hè, zie ik. Nou, zo.
Gooi er gewoon zo op. Ja, en dan een beetje inmasseren. Komt er wat uit? Nee, er komt helemaal niks uit. Je gooit er nu gewoon zout op, Mors? Ja. Het is niet weinig zout dat je erop. Nee, maar gewoon vrij royaal. Oké. Okay. Casino royaal. Ik hou van royaal. Van een niet nader te noemen merk. Mhm. En nu draai ze om, om de, andere kant ook even te doen. Precies. Wat goed. En dit is biologische zalm toch ook, of niet? Ja, ja, ja. Zeker. Dat zie je ook wel, hè? Ja, toch? Ja. Dus ze zijn helemaal opgefleurd omdat jij ze gemasseerd hebt, die zalmpjes. Komt door alle liefde die ik erin in stop. Iemand die je met liefde klaarmaakt, waardeert dat dat. Oké, nog meer olie. Dus je hebt nu ongeveer voor 5000 calorieën olie erop zitten. Ja, maar heel veel verdwijnt ook. Ah, oké. Als je het weer op de grill gooit. Oké. De paprika, tomaat, ui, knoflook, courgette en aubergine. Zo de pan in. Precies, dat lekker. Lekker, hè? Het moet goed heet zijn, denk ik. Ja, die moet gewoon heet zijn. Een beetje olie erin. Net zo heet als jij. Altijd. En wat doe je nu? Omwisselen. Nou, we wisselen. En ondertussen ligt de zalm hier. Naast de grill. Dus die gaan we zo op de grill gooien. Eerst nog even de tomatenpuree erin. Oké, spannend. Heinz? Ja. Ja. Maar dat kan gewoon wel elke andere tomatenpuree ook zijn, hoor. Maar wel geconcentreerd, want daar zit de meeste smaak aan. Ben je nu ook geconcentreerd? Ik ben heel geconcentreerd. Maar er zit dan ook extra veel smaak aan mij. Oké, dan gaan we nu. De grill gaat open. Oh, spannend dit. En we pakken de zalm. Oh, hoor dan. Oh. Oh. Maar ik neem een beetje een... Het past niet. Oh. Ja, we doen het in etappes. Ja, we gaan alles stoppen. Zo. Grill dicht. Zo, en dan zegt dat ding, zodat het nu klaar is. Hoe handig is dat? Want je hebt al ingesteld... Ja, dat gaat automatisch. Met het licht hier is nu blauw. En dan is hier nu start cooking. En dan moeten we rare, medium of well done. Oké. Oh, dat ziet er goed uit, Moor. Goed, hè? En wat is de finishing touch dan? Nou, doe dat als je dan niet op dieet bent, gewoon even wat kaas overheen. Wat voor kaas doe je er overheen? Parmezaanse kaas. Oh, lekker, zeg. En het is helemaal low carb dit, hè? Ja. Hmm. Nou, en binnen 5 minuten. Wat? Binnen 5 minuten? Ja, binnen 5 minuten ook. Heb je gewoon een gezonde maaltijd op tafel. Zo, Moor. Goed, hè? Het ziet er super lekker uit. Hier gewoon. Hebben we de pesto. Nou, ik doe het er gewoon naast. En dan kunnen we kijken wat we erop doen. Ja, ik ben helemaal onder de indruk hoe je gekookt hebt eigenlijk. Nou, dank je. Ik ook eigenlijk wel. Je mag wel vaker komen koken, denk ik. Ja. Maar ik moet het nog proeven. Wacht. Mm-hmm. Ga jij ze ook eens even proeven? Ik ben heel benieuwd. Dan gaat de zalm. En? Die zalm is goed. Mm. Hij heeft het ook gemaakt. Met die pesto is hij echt heel lekker. Mm. Mm. En helemaal niet zout of zo. Echt lekker. Dit was BFF Morris die kwam koken.